In deze video gaan we kijken naar het lineair interpoleren en extrapoleren. Dit doen we aan de hand van het inwoneraantal van Nederland. Stel we willen het aantal inwoners weten in 1976. We kunnen nu zomaar wat gokken, maar we kunnen het aantal ook op een wiskundige manier gaan benaderen. Dit doen we met behulp van lineair interpoleren. Het heet interpoleren omdat we op zoek zijn naar waarden binnen in de tabel. En het heet lineair omdat we bij deze methode van uitgaan dat er ieder jaar precies evenveel inwoners bijkomen. 1976 bevindt zich in deze periode. We pakken altijd de kleinst mogelijke periode. Wat is daar precies gebeurd? Allereerst zien we dat het over een periode gaat van 17 jaar. En in die 17 jaar is er sprake van een toename. En deze toename gaan we ook uitrekenen. De toename is namelijk 1,63 miljoen. Maar dat gaat over 17 jaar. We willen juist de toename per jaar weten. Dus die moeten we ook nog even uitrekenen. De toename wordt dan 1,63 gedeeld door 17 is ongeveer 0,096 miljoen per jaar. En hiermee kunnen we een schatting gaan doen van het aantal inwoners in 1976. Want in 1976 hebben we in ieder geval die 13,04 miljoen die er in 1970 waren. Vervolgens gaan we dus 6 jaar verder, dus we tellen daar 6 maal deze jaarlijkse toename bij. En dat geeft ons ongeveer 13,62 miljoen. Dan gaan we nu een schatting doen van het aantal inwoners in 2020. En 2020 valt helemaal buiten de tabel. En dan hebben we het over lineair extrapoleren. Maar de rekenmethode is precies hetzelfde als bij interpoleren. We moeten alleen even afspreken welke periode we erbij pakken. En de afspraak is dat je de laatst mogelijke periode pakt. Dus in dit geval van 2000 tot 2012. Vervolgens gaan we ook hier weer bekijken wat er is gebeurd. Tussen 2012 en 2000 zit 12 jaar. En in die 12 jaar is het aantal inwoners wederom toegenomen. 16,75 min 15,93 geeft 0,82 miljoen. Dan zijn we weer geïnteresseerd in de toename per jaar. 0,82 gedeeld door 12. Geeft ongeveer 0,068 miljoen per jaar. Nu kunnen we een schatting doen van het aantal inwoners in 2020. Want in 2020 hebben we in ieder geval de 16,75 miljoen inwoners die er in 2012 al waren. We gaan nu 8 maal een jaarlijkse toename erbij optellen. Want 2020 is 8 jaar verder en dan komen we uit op ongeveer 17,30 miljoen inwoners. Let op dat je altijd het onafgeronde getal pakt. 0,82 12 is niet precies dit, maar is wat anders. En het onafgeronde getal gebruik je hier in de berekening. Anders gezegd, als je dit letterlijk in zou toetsen, zou je niet op dit antwoord uitkomen. Dus let op, altijd het onafgeronde getal gebruiken. Tot zover de video over lineair interpoleren en extrapoleren. Ik hoop dat deze duidelijk was en ik wens je veel succes verder.